in actie. De nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Serena Williams, in dit dubbel. Met de spanning dus terug in de wedstrijd. Zijde van Milos Raonic. Dus niet moeten spelen in het enkelspel. Had hij dat misschien wel gedaan. Zagen net Gasquet verliezen natuurlijk. Het is Pierre Hugues Herbert. Mag serveren. De Fransman die grote stappen heeft gemaakt. En natuurlijk een hele goede dubbelspeler is. Samen aan de dame. Haar zijde. Mirjana Lucic Baroni, die ooit toch te boek stond als het talent. Ja, deels door allerlei persoonlijke problemen is het er nooit helemaal uit gekomen voor deze Lucic Baroni. Maar wat een talent. Zeer dominante vader, heeft eigenlijk een prachtige carrière min of meer vernietigd. Zelfs natuurlijk een tijd gestopt geweest met tennis. Vijftienjarige stond ze al te spelen als professional. 15 jaar. 1997, een jaar later, 16-jarige, won ze de Australian Open. In het dubbelspel weliswaar, maar toch. Halve finale Wimbledon, toen ze 17 was in 99. Verloor ze van Steffi Graf. En toen kwam er buiten wat er allemaal was misgegaan in haar jeugd. En stopte ze er gewoon mee. Was in 2007 teruggekeerd. Zij had het in zich om lange tijd de nummer 1 van de wereld te zijn. Raonic serveert. Het is 9-9 nu. Lekker, ja, Serena. Dat is de beste van de wereld. En als ze nog meer zou dubbelen dan ze toch ook al doet, samen met zus Venus, dan zijn ze waarschijnlijk ook nog de beste van de wereld. Het is voor mannen al moeilijk om die service van Raonic terug te slaan. Laat staan voor vrouwen. Als een tijger aan het net. Nou, waar ze ook speelt, welk toernooi het ook is, ze wil altijd winnen. Er zijn weinig speelsters zo gefocust als Serena Williams. Het speelt veel minder toernooien natuurlijk dan benoemen wij haar naam, Carolina Wozniacki, maar als ze speelt, dan wil ze een win ook. En meestal lukt het er. Thank you.
Ja, het is lastig natuurlijk om mee te gaan in dat hoge tempo. Mannen raken die ballen natuurlijk toch net even een stuk harder. Trainen die vrouwen allemaal veel met mannen, dus zijn wel wat gewend. Ja, dat is dan toch even wennen, hè? Bal via de netrand. Maar ja, dat is in dit format nou helemaal goede service. Dan zag je hier dat Serena niet helemaal uitkwam om die return goed te spelen. Ja, daar is het eerste gebruik wat gemaakt wordt van het PowerPoint. Op de service is het 40-30, maar dit punt telt dubbel. En dus is dit gelijktijdig een breekkans. Ja, en gepakt. Herbert stapt weg aan het net om de crossbal eruit te halen. En Filipoussis ging gewoon spijkerhard rechtdoor. En zo mooi kan je gebruik maken van dat Coca-Cola powerpunt. Leek me ook wat scherp. Goede challenge. Hij is inderdaad uit. Marginaal, maar uit. Te ver naar buiten om die inside-out voorhand zo scherp weg te kunnen spelen. Ondersteund door kreetjes, want ze moest snel reageren, Serena Williams. Daar beide met het racket naar de bal. Ja, leuk hoor. Je ziet ze genieten. Goed ingestapt. Voorsprong uitgebreid. Thank you.
Je mag hem hier houden. Zoals dat ook bij de gewone grote toernooien is in de Verenigde Staten. In Europa gaat men er toch vanuit dat je de bal even teruggeeft. Goed ingegrepen, gespeeld op de voeten van Serena Williams, die dichtbij komt, vast stond. Hij is een goede dubbelspeler. Deze Pierre Hugues Herbert speelde samen met landgenoot Mahu, de ATP World Tour Finals. Ja, speelden ze net die volley op de voeten van Serena. Hier de smash hard op de voeten van Milos Raonic. Gelukje voor de Canadees. Solide service game hoor. Van de Fransman en zijn dubbelpartner Lucic Baroni. 3-2. Verschil teruggebracht. Overall tot 12-10. Van een voorsprong die ze net genomen hebben. Of om te balen over gemiste kansen. Alles moet alleen verwerkt worden. Pas na afloop kan er overleg gevoerd worden. Hier overigens wat Serena net op haar handen smeren. Om meer grip te houden. Hier zitten ze gewoon met collega's, hetzelfde niveau. Leuk te praten over de wedstrijd. Perfecte volley. Zo diep op de baseline. Nou, een dubbel. In deze samenstelling met Raonic, die zo goed serveert, zal niet zo heel snel in problemen komen. Love game. Op de service van de Canadees. 4-2. Een powerpoint wat zij nog achter de hand hebben. Ja, ze hebben het nog niet kunnen gebruiken. Oh. Kon nog net wegduiken voor die bal. Lucic Baroni. Waardering ook van Serena over deze passing. Heel mooi. Nou, kijk eens wat de return zegt.
komt in zijn lichaam. En voor de tweede keer dat hij hem zo weet te spelen. Oogt hij toch een beetje stroom altijd. Maar hij is toch redelijk atletisch, hoor. 40-30. En weer komt de druk te staan op de serverende Lucic Baroni. Oh, en hij mist hem aan het net. Hij heeft hem alleen horen fluiten. Zit er helemaal naast. Lucas Hebert. En daar is een breekkans. Subliem gespeeld, Serena Williams. Eerst die hoge bal, samen als één muur naar het net. En wat een gouden handjes heeft ze dan toch. Daar is opnieuw de break. 5-2 en de voorsprong loopt weer op. Voor setwinst en de nummer 15-10 van te maken. Ja, PowerPoint hadden ze nog. En dan maar niet wachten totdat ze op de 30 komen. Maak je hem nu, ga je meteen naar 4 breakpoints. En ze maken hem. Goeie return. En daar is 0-40. En dit is de kans om in ieder geval 1 break ongedaan te maken. Gaat de volley mis. En dus is het nog niet gedaan, deze set. Wordt ook Serena nu voor het eerst gebroken. En elke game is belangrijk, hè. Het gaat om het winstpercentage. 14-11. Met Herbert serverend. Kans om toch weer de spanning terug te brengen in deze mixed dubbelpartij. Twee hele fijne games om te pakken, hoor. In plaats dat je begint aan die vierde set met 15-10. Awesome stuff. Ze mag zelfs bewegen richting de TL voordat de service is gespeeld. Top. Ga er maar aan staan als iemand zo'n ongelofelijke service heeft. Was eigenlijk niet helemaal haar bal. Had ze moeten laten lopen.
Ja, weer gaat ze naar die thee, ja. Ze doet wat de opdracht is. Maar wat schiet je ermee op? Zo spijkerhard. Medogeloos. Ja. Mooi opgebouwd. Onverzettelijk. Fantastische return. En nou, 30 gelijk. Het zou toch wat zijn, zeg. Als ze nu op dit moment terug weten te breken. Voorlopig is dat nog niet het geval. Mishit bij de Fransman. Even was trouwens daar Ronić zelf verrast. Die hield eventjes in. Die bal die natuurlijk de netrand toucheerde. Maar ja, herstelde zich snel genoeg. Setpoint. In het lichaam geserveerd. Herbert kon niet op tijd meer opzij stappen om een goede return te spelen. En 6-4 wordt het dan inderdaad, zoals verwacht, in deze derde set. Met 15-12 de overall score. Te ver naar buiten om die inside-out voorhand zo scherp weg te kunnen spelen. Ondersteund door kreetjes, want ze moest snel reageren, Serena Williams. Daar beide met het racket naar de bal. Ja, leuk hoor. Je ziet ze genieten. Goed ingestapt. Voorsprong uitgebreid. Mag hem hier houden. Zoals dat ook bij de gewone grote toernooien is in de Verenigde Staten. In Europa gaat men er toch vanuit dat je de bal even teruggeeft. Goed ingegrepen, gespeeld op de voeten van Serena Williams, die dichtbij komt, vast stond. Hij is een goede dubbelspeler. Pierre-Hugues Herbert speelde samen met landgenoot Mahu, de ATP World Tour Finals. Ja, speelden ze net die volley op de voeten van Serena. Hier de smash hard op de voeten van Milos Raonic.
Ongelukje voor de Canadees. In actie, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Serena Williams, in dit dubbel. Met de spanning dus terug in de wedstrijd. De zijde van Milos Raonic. Dus niet moeten spelen in het enkelspel. Had hij dat misschien wel gedaan. Zagen net Gasquet verliezen natuurlijk. Het is Pierre Hugues Herbert. Mag serveren. De Fransman die grote stappen heeft gemaakt. En natuurlijk een hele goede dubbelspeler is. Samen aan de dame. Haar zijde Mirjana Lucic-Baroni. Die ooit toch te boek stond als het talent. Ja, deels door allerlei persoonlijke problemen is het er nooit helemaal uit gekomen voor deze Lucic-Baroni. Maar wat een talent. Een zeer dominante vader heeft eigenlijk een prachtige carrière. Min of meer vernietigd. Zelfs natuurlijk een tijd gestopt geweest met tennis. Vijftienjarige. Stond ze al te spelen als professional. 15 jaar. 1997, een jaar later, 16-jarige. Won ze de Australian Open in het dubbelspel weliswaar, maar toch. Halve finale Wimbledon toen ze 17 was in 99. Verloor ze van Steffi Graf. En toen kwam er buiten wat er allemaal was misgegaan in haar jeugd. En stopte ze er gewoon mee. Was in 2007 teruggekeerd. Zij had het in zich om lange tijd de nummer 1 van de wereld te zijn. Raonic serveert. Het is 9-9 nu. Oh, wat lekker. Ja, Serena. Dat is de beste van de wereld. En als ze nog meer zou dubbelen dan ze toch ook al doet, samen met Zwienes, dan zijn ze waarschijnlijk ook nog de beste van de wereld. Het is voor mannen al moeilijk om die service van Raonic terug te slaan. Laat staan voor vrouwen. En voor de tweede keer dat hij hem zo weet te spelen, oogt hij toch een beetje stroom altijd, maar hij is toch redelijk atletisch hoor. 40-30. En weer komt de druk te staan op de serverende Lucic-Baroni. Oh, en hij mist hem aan het net. Hij heeft hem alleen horen fluiten. Zit hij helemaal naast. Hugues Herbert. En daar is een breekkans. Subliem gespeeld, Serena Williams. Eerst die hoge bal samen als één muur naar het net.
Wat een gouden handjes heeft ze dan toch. Daar is opnieuw de break. 5-2. En de voorsprong loopt weer op. Voor setwinst. En er nummer 15-10 van te maken. Ja, PowerPoint hadden ze nog. En dan maar niet wachten totdat ze op de 30 komen. Maak je hem nu, ga je meteen naar 4 breakpoints. En ze maken hem. Goeie return. En daar is 0-40. En dit is de kans om in ieder geval 1 break ongedaan te maken. Daar gaat de volley mis. En dus is het nog niet gedaan, deze set. Wordt ook Serena nu voor het eerst gebroken. En elke game is belangrijk, hè. Het gaat om het winstpercentage. 14-11. Met Herbert serverend. Kans om toch weer de spanning terug te brengen in deze mixed dubbelpartij. Te goed. Solide service game, hoor. Van de Fransman en zijn dubbelpartner Lucic Baroni. 3-2. Verschil teruggebracht. Overall tot 12-10. Van een voorsprong die ze net genomen hebben. Of om te balen over gemiste kansen. Alles moet alleen verwerkt worden. Pas na afloop kan er overleg gevoerd worden. Hier overigens wat Serena net op haar handen smeren om meer grip te houden. Hier zitten ze gewoon met collega's, hetzelfde niveau. Leuk te praten over de wedstrijd. Perfecte volley. Zo diep op de baseline. Ah, dubbel. In deze samenstelling met Raonic, die zo goed serveert, zal niet zo heel snel in problemen komen. Love game. Op de service van de Canadees. 4-2. Dat PowerPoint wat zij nog achter de hand hebben, ja, ze hebben het nog niet kunnen gebruiken.
Kon nog net wegduiken voor die bal. Lucic Waroni. Ja, waardering ook van Serena over deze passing. Heel mooi. Nou, kijk eens wat de return zegt. Komt in zijn lichaam. Als een tijger aan het net. Maar waar ze ook speelt, welk toernooi het ook is, ze wil altijd winnen. Er zijn weinig speelsters zo gefocust als Serena Williams. Het speelt veel minder toernooien dan natuurlijk dan, benoemen wij haar naam, Carolina Wozniacki, maar als ze speelt, dan wil ze winnen ook. En meestal lukt het er. Ja, het is lastig natuurlijk om mee te gaan in dat hoge tempo. Mannen raken die ballen natuurlijk toch net even een stuk harder. Trainen die vrouwen allemaal veel met mannen, dus ze hebben wel wat gewend. Ja, dat is dan toch even wennen, hè? Bal via de netrand. Maar ja, dat is in dit format nou helemaal goede service. Dan zag je hier dat Serena niet helemaal uitkwam om die return goed te spelen. Ja, daar is het eerste gebruik wat gemaakt wordt van het PowerPoint. Op de service is het 40-30, maar dit punt telt dubbel. En dus is dit gelijktijdig een breekkans. Ja, en gepakt. Herbert stapt weg aan het net om de crossbal eruit te halen. En Philip Poeses ging gewoon spijkerhard rechtdoor. En zo mooi kan je gebruik maken van dat Coca-Cola powerpunt. Leek me ook wat scherp. Goede challenge.
Hij is inderdaad uit. Marginaal, maar uit.